Feyenoord was er nog een mooi beeld. Ik weet niet of dat gezien hebben. Die coach. Twee dagen geleden stond hij hier met zilver en brons. Nu stond hij met ongeloof op het middenterrein. En nu is hij hier. Ja, Ori! Ik heb je de afgelopen dagen wel meer blijven zien. Maar ik zag na die rit van Mark, ook al voordat Gianni was gefinished, zag ik jou met een blijdschap, bijna een soort ongeloof. Kan je uitleggen waar het ongeloof vandaan kwam? Ja, Mark bleef maar doorrijden. En het was zo'n ontzettend goede race, dat je eigenlijk al voelt van, dit moet eigenlijk goud zijn. Alleen je durft het nog niet te geloven. Ja, en daar word je toch wel een beetje blij van. Nou, dat dacht ik wel, ja. Daar heeft Mark een bijzonder verhaal. Hoe heel veel teams van gaan steeds net niet of net. Hoe kan jij uitleggen wat deze gouden medaille voor jullie als team betekent voor jou als coach? Ja, voor mij als coach is het het mooiste wat je meegemaakt hebt. Ik bedoel, als je met mannen kan werken, zo'n sportman, die na elke tegenstand gewoon terugveert. En elke keer weer na een slecht jaar in april naar de toekomst. Jack, we gaan weer gewoon beginnen. Huppakee, we gaan weer voor. Altijd optimistisch gebleven. Altijd, altijd bleef hij ervoor gaan. Ja, en dat resulteert in goud, geweldig. Wij vinden hier dat ook, je hebt al eentje. Maar ja, als je blijft presteren, dan blijven ze krijgen natuurlijk. Ook die coach verdient de medaille voor jouw inspanningen met Mark. Met ook alle andere benen van Tropen. Want laat het niet vergeten, Erfurt, waar jullie zelf moesten betalen. Er was geen geld, was helemaal niks. Jullie zaten nog onder de grond zelfs. En nu sta je hier gewoon met goud, met zilver, met brons en met jou ook een prijs. Jacques Ory! Kom maar bij, kom maar bij. Het is 38 jaar.